Even kijken, ik heb zeker 5 minuten mijn sausje laten sudderen. En zoals u zelf ziet, is hij al lekker aangedekt. Dus ik wil nu mijn gevulde soeproppen en mijn gehakt balletjes ook in de sausje zetten. Zodat het meekoopt en een lekkere smaakje krijgt. En dit hoeft niet lang. Dit hoef je niet lang te koken. Even omscheppen, want eigenlijk is alles al gaar. Maar alleen de soeproppen en de balletjes even te koten. En dan is hij klaar. Zo makkelijk, zo snel en zo lekker. Nog even 1 minuut mee sudderen. Dan kunnen we hem opdienen. Ik snij dan even wat soepgroenten en prei fijntjes voor de garnering. Garneren met wat soepgroenten en wat prei. Alsjeblieft. En dit is mijn gevulde soeproppo. We gaan zo strakjes naar een break. En dan vervolgen we ons programma met onze tweede gerecht. En het is een snackje. Tot zo. Zo, lieve kijkers. Ik ga dan verder met mijn tweede gerecht. En dat is, of dat zijn vleesbroodjes. Ja, vleesbroodjes. Ik ga met hetzelfde gehakt mengseltje, ga ik dan mijn vleesbroodjes maken. En u hebt eerder gezien wat ik allemaal in mijn gehakt heb gezet. Er is wat Madame Jeannette peper erin gegaan. Fijn gemalen knoflook. Fijn gemalen uien. Zwarte peper. Zout. En wat Maggi blokjes. Wat fijn gemaakte Maggi blokjes. En heel veel soepgroenten. En dan ook nog wat ei om het geheel te binden. Ja, dus... Dubbel doet hij, zei ik het al. En hier heb ik dan roomboter bladerdeegjes. Natuurlijk kunt u uw deeg zelf maken. En dat doe ik in de meeste gevallen ook. Maar omdat we dan niet zoveel tijd hebben, heb ik dan gewoon voor het gemak gekozen voor bladerdeegjes. En het liefst roomboter bladerdeegjes. Goed, ik heb mijn bladerdeeg een half uur eerder uit de vriezer gehaald en je moet hem niet veel te eerder uit de vriezer halen, anders is hij, kan je niet ermee werken. Dus zoals u ziet, het heeft een laagje papier zodat ze niet aan elkaar plakken. Dus dit probeer ik even weg te halen. Ja. Even hier en ja, in het midden mijn mijn gehakt mengseltje plaatsen. Ik heb mijn oven al voor verwarmd. Dit moet er ook bij.
Hij is heel snel gedaan. En dan heb je dan ook een snackje erbij. Trouwens, dit had ik u eerder al laten zien. In een van de programma's, als ik het goed heb, is het onze paasprogramma. En ik zal het u ook laten zien hoe ik het maak. En dit gewoon heel even vouwen. En daar hebt u het. Ik wil mijn bakblik even beboteren. Met cooking spray. En dan mag het erop. U kunt hem zo laten. Of u kunt mini vleesbroodjes maken door ze in tweeën te snijden. Dat mag. Wat u zelf prefereert. En daar gaat hij. En dan gaan we even door met onze vleesbroodjes. En aan het eind gaan we hem even kwasten met wat geklutste ei. Geklutst ei. Goed, ik heb hier al een paar stukjes vleesbroodjes, mini vleesbroodjes uit zo'n pakje bladeren. Die kan je zeker 20 stuks mini vleesbroodjes maken. Dit gaat in een voorverwarmde oven, ongeveer 180 graden en zeker 20 minuten bakken. Ja, 20 minuten. En dan kijken we even verder. Als hij nog door gebakken moet worden. Ik heb hier mijn eitje en ik ga hem dan heel even kwasten hiermee, zodat hij een mooie goudbruine kleurtje krijgt. Goed, hij mag nu dan in de oven. En ik zeg het elke keer weer, u moet hem dan wel in de gaten houden. Elke oven bakt anders. En ik zei het eerder, 20 minuten. En terwijl mijn vleesbroodjes lekker bakt in de oven, ga ik verder met het maken van de vleesbroodjes. En de rest dan. En dan zijn we straks terug met het eindresultaat. Zo, lieve kijkers, dit is het eindresultaat van mijn vleesbrood of van mijn vleesbroodjes. En mijn vleesbroodjes zijn in totaal ongeveer 40 minuten in de oven gebleven. Ik zei het al, met zo'n pakje bladeren kunt u 40 mini vleesbroodjes krijgen. En ja, zo ziet hij eruit. Als u vindt dat hij nog bruiner moet, kunt u hem langer laten in de oven. Dus let u wel daarop. Dit is dan mijn gevulde soppropot in een tomatensausje. Ik zou zeggen, probeert u het maar. Het is heel erg makkelijk en heel snel te doen. Wees lief voor elkaar. Stay safe en tot de volgende keer. Bye!